Welkom in Zolder voor de vierde manche van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. We zitten in Zolder omdat het circuit zijn 50ste verjaardag viert. En dat treft ook de Porsche 911 viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. En we praten even met Melroy Heemskerk. Het is heel erg wennen voor mij geweest. Ik kom uit de formulewagenracerij vandaan. Dus het is mij echt een omschakeling om met deze auto om te gaan. En weer binnen een nieuw team, de jongens van NGT. Ik denk dat we nu een aardig seizoen gehad hebben. Ik sta derde in het kampioenschap, veel podiums gepakt. De snelheid zit op zich aardig in en ik heb het heel erg naar mijn zin met die jongens hier zo. We gaan nog steeds vol voor het kampioenschap. En hoe vind je het circuit hier in Zolder? Het is een moeilijk maatje. Het is heel veel inderdaad hard remmen, veel chicanes en daardoor maakt het best wel technisch. Dus om echt goed door de bocht heen te gaan, dat komt dan best wel wat bij kijken. En dan maakt het ook weer automatisch heel uitdagend. Carlos Rivas, de Luxemburger, is ook een van de verrassingen van dit seizoen. Je suis rentré dans ce championnat sans trop grande d'attente, donc plus pour avoir un peu plus gagné de l'expérience. Maintenant, ça se passe un peu mieux que je pensais. Donc les espérances maintenant, c'est plutôt peut-être d'une place parmi les trois premiers. Qui sait, on ne sait jamais. L'ambiance en général et le mélange entre sprint et endurance est très réussi. Donc ça permet à beaucoup de gens d'avoir l'expérience dans les deux domaines et l'ambiance est très sereine. Rivas zonder grote verwachtingen naar de Porsche Cup gekomen, maar draait het toch goed en hoopt nu op een top 3 en hij vindt de combinatie tussen sprint en endurance wel best. Bert Longin staat op de startgrid voor de eerste sprintrace. Naast hem op de pole Jeffrey van Hooijdonk in de Petronas Porsche. We zijn bijna klaar voor te vertrekken. Licht op rood. En daar beweegt Jeffrey van Hooijdonk al. Inderdaad, dat is een valse start. En ik denk dat Bert Longin zich daar een beetje heeft door laten afleiden. Want die wordt onmiddellijk gepasseerd. En die valt terug naar de vijfde, zesde plaats zelfs. Van Hooijdonk op kop in zijn spoor. Max van Splunteren. Van Splunteren junior is er opnieuw bij. En dan Melroy Heemskerk. Bert Longin probeert door te schuiven naar plaats 4. Moet daarvoor even wachten. Want hij wordt voorafgegaan door Tom Langeberg. In de Porsche nummer 8, Langeberg voor de gelegenheid. Teammaat van Carlos Rivas op de Porsche nummer 8. Olivier van Oost leidt de AM-klasse opnieuw. Staat ook op kop daar in de tussenstand. En we zien hoe Bert Longin in de chicane Tom Langeberg passeert. Van Oost kan aansluiten bij Langeberg. Van Oost ligt vijfde algemeen ook. Niet alleen op kop in de AM-klasse dus. Nog steeds Van Hooijdonk op kop, maar die zal allicht een stop en go krijgen voor die valse start. Melroy Heemskerk ligt nu nog derde, maar dat zal dan wel tweede worden als Van Hooijdonk moet binnenkomen. Hier Bert Longin zit in het spoor van Melroy Heemskerk nu. Oei, en een foutje voor Longin. Het uitkomen van de Bianchi. Mooi opgevangen door de Leuvenaar. Geen plaats verloren, wel wat terrein. Moet nu proberen de kloof met Heemskerk opnieuw te dichten. Dit is Philippe Richard aan de leiding in de clubklasse. Met de Porsche GT3 Cup 996. Alle andere zijn 997's. Hier is Longin. Draait ongeveer een seconde per ronde sneller dan Heemskerk. Maar hij moet er nog voorbij geraken natuurlijk. En hier dan de verwachte stop and go van Jeffrey van Hooijdonk. Wijst met het vingertje, zegt dat hij geen valse start heeft uitgevoerd. Maar ik denk als ze de beelden in slow motion bekijken dat hij wel degelijk heeft bewogen, maar misschien was hij niet de enige die bewoog op de startgrid. Van Hooijdonk nu met het mes tussen de tanden opnieuw proberen wat plaats te winnen. Langeberg ondertussen doorgeschoven naar plaats 4. Nederlander Tom Langeberg. Een paar honderd meter voor hem ziet u Bert Longin rijden. Dat verschil is dus niet zo groot. En daar staat er eentje stil, dat is Patrick van Glabbeke, een van de nieuwkomers van dit weekend. En ook Jeffrey van Hooijdonk valt stil, de leider in het kampioenschap. Ja, niet de race van Hooijdonk. Eerst een valse start, dan een stop en go en dan uitvallen. En zo gaat de zege naar Max van Splunteren. En die heeft ruim voorsprong op Melroy Heemskerk. En Bert Longin finisht uiteindelijk als derde, maar van Splunteren wint opnieuw. Het moest van P3 starten in het pro-portje.
Het is de laatste last minute change van de plan. Ik dacht dat ik in de M-pot reed, maar toch in de Pro-pot. Ja, goede start. Eerst Albert voorbij. Ik weet niet wat daar gebeurde. En op een gegeven moment, ik zag Melroy achter me. En ik dacht, nou, die moet ik echt een gaatje slaan, anders gaat hij me sowieso inhalen. En had ik een klein gaatje. Toen probeerde ik naar Van Hooydonk toe te rijden. Maar dat lukte net niet. Hij was net iets te snel. En uiteindelijk hoorde ik door de radio dat hij een drive-through kreeg. Met Longin op het podium. Derde plaats voor Longin. Ik heb mij eigenlijk in de start een beetje laten vangen. Van Hooydonk vertrok eigenlijk. En doordat hij bewoog, was ik niet geconcentreerd op het licht. En zag ik eigenlijk naar de beweging van Hooydonk in plaats van op het licht, dan was ik ook te laat. Dus eigenlijk door de valse start van Van Hooydonk ben ik te laat vertrokken. Voor de rest was het eigenlijk wel een race oké, want ik was denk ik zesde in de eerste bocht. En we zijn derde binnengekomen en ik had eigenlijk wel tweede kunnen zijn, maar de jongen sloot echt mooi de deur. En ik wou hem ook niet aanraken, ik wou het sportief houden en daarom zijn we drie, maar het was wel een goede race. Die jongen, dat was Melroy Heemskerk, mooi op de tweede plaats gefinished achter Max van Splunteren. Geeft de uitslag van de eerste sprintrace van Splunteren voor Heemskerk Longin. Langeberg vierde en Olivier van Oost als vijfde en eerste in de AM-klasse. Tijd voor de tweede sprintrace dan. We nemen de andere rijders van elke wagen. Dit is het M-potje waar Van Splunteren het over had. Ondertussen nog even kijken welke banden er zullen gemonteerd worden. Sommigen kiezen om geen nieuwe banden voor deze race te plaatsen achteraan. Hunter Abbott is zo één van die rijders. Zo kan hij de nieuwe banden gebruiken in de lange endurance race. Christian Frankenhout staat op pole. Frank Belje nu aan het stuur van de nummer 1. En op de 10 zit Roger Hodenius. Frank Belje concentreert zich. 12, opnieuw Philippe Richard, die rijdt alleen. En het is Frederik Jonkheer op de 75, op de Curbstone Porsche. Carlos Rivas, helemaal klaar voor deze sprint. Over een ronde of 16 zal die gaan. En dat leek mij ook een valse start voor Frank Belje. Ondertussen wordt hij al gepasseerd door Frederik Jonkheer, die daar een prachtige start heeft genomen. Maar vooraan is het Christian Frankenhout en in zijn spoor de snelle Brit Hunter Abbott in de Petronas Porsche. Kan die een en ander rechtzetten. Daar een duelletje achteraan tussen Rivas en Frank Belje zal dat geweest zijn. Hodenius hier. Wat problemen daar. Er is een oliespoor getrokken iets vroeger tijdens de meeting vlak voor de Bianchi. En dat levert wat stof op die... Stof die daar het olie moet opzuigen eigenlijk. Rivas komt veel beter uit de chicane en gaat proberen Hodenius te passeren. Hodenius doet daar de deur dicht richting de Villeneuve. Rijden op de vierde en de vijfde plaats. En Rivas komt opnieuw beter uit deze chicane. Kan hij daarvan profiteren? Ondertussen voorin nog steeds Frankenhout en Abbott. Wiel in wiel scheuren ze over omloop Ter Lame. Derde plaats Frederik Jonkheren, verrassend wat. En dan Rivas en Hodenius. Philippe Richard leidt opnieuw de clubklasse. En het is nog steeds Frankenhout voor Hunter Abbott. De Brit probeert een gaatje te zoeken, want dat is niet evident. We rijden mee met Frank Belje. Voor hem ziet u het duel tussen Nicolas van Dierentongen. Daar wordt er iemand rond geduwd en dat is Roger Hodenius. Die werd aangetikt door Carlos Rivas. Rivas die kan verder en Hodenius ook, maar die heeft heel wat meer tijd verloren, want de motor is ook afgeslaan. Ja, het leek me een wat vreemd manoeuvre daarvan, Rivas. Frankenhout voor Abbott. Abbott gaat daar hoog over de boordstenen en verliest daar zelfs een meter of 20 door. Daardoor kan deze Frederik Jonkheren wat aansluiten in de Curbstone Porsche. Nieuwe deelnemers vanaf deze meeting en ze zullen ook de rest van het seizoen afwerken. Jonkheren en Van Glaweke. Als Jonkheren zo verder presteert, dan kunnen we nog een en ander beleven. Schade daarvoor in bij Carlos Rivas.
De hoek links voor, daar is de splitter een beetje beschadigd. Bailey ondertussen, die won daarnet twee plaatsen en gaat hier in de fout in de Jackie X en verliest opnieuw een plaatje aan Rivas. Bailey kan corrigeren, verliest maar één plaats. We blijven bij de First Motorsport Porsche van Frank Bailey richting chicane. En ook hier loopt het mis, denk ik. Ik begin te vrezen dat er iets scheelt aan de Porsche. Nicolas van Dierendonk, leider in de A-klasse. Met dezelfde Porsche waarmee Olivier van Oost in de eerste sprintrace de A-klasse won. Roger Houdenius ondertussen weer opgerukt naar plaats 5. Maar op respectabele afstand van de man op plaats 4, deze Carlos Rivas. Frederik Jonkheren dubbelt hier Philippe Richard. Rijdt mooi op een derde plaats rond, op een dikke 20 seconden van de leiders. Terwijl Frank Bailey verder rijdt, maar hij heeft ook een lekke band, lijkt mij. En dat zal hier dan worden opgelost. Jo Jamers die teken heeft om de motor stil te leggen. Wiel is bevestigd. En daar gaat Frank Bailey. En nog steeds Frankenhout en Hunter Abbott. Het verschil is nog steeds minder dan een seconde. Ze zijn al meer dan een dozijn de ronde ver. En die twee geven elkaar geen duim breed toe. Zo hoort cuprace te zijn. Maar Frankenhout wordt op geen enkel moment echt bedreigd en neemt dan ook de tweede overwinning voor de HTC Porsche. En daar mogen ze best tevreden over zijn. Mooi resultaat dus voor Christian Frankenhout. Christian, proficiat, een mooie overwinning. 2-2 voor jullie dit weekend. Ja, super natuurlijk. Gisteren had Max de eerste race gewonnen, nu ik de tweede race. Was wel een hard gevecht met Hunter. Ik bedoel, gat was nooit meer dan 1-2 seconden. Elke keer kwam hij dichterbij en kon ik weer een klein gaatje trekken. Dus dat was een beetje harmonica effect. Maar ik wist ook dat banden moet je ook een beetje goed houden voor de hoofdrace. Dus heb ik ook zoveel mogelijk geprobeerd. Uiteindelijk ging dat goed. Dus ik hoop dat we in de hoofdrace hetzelfde kunnen doen. Maar ik denk dat het een heel hard gevecht wordt met DVB. Dus we gaan het zien. Hunter Abbott heeft misschien wel spijt dat hij toch geen nieuwe banden heeft laten monteren. It was close. I was trying as hard as I could. He was trying as hard as he could. Bill is good for us. I mean, we started off with Jeff's tires in the first race. So I had new tires in the front, old tires in the rear, and the car was quicker than I thought it was going to be. So yeah, good. It's positive. Toch een goed resultaat voor Hunter Abbott dan. Het is goed gegaan. We hadden een goede start. Goed vertrokken, was leuk. Kon ik even aanpikken, maar niet lang. En ik heb ook kunnen gat nemen op de vorige. Op de vierde, op Rivas dacht ik. Maar verlang de koers verder ging, had ik het toch wat moeilijk. De banden, we moeten toch nog wel een afstelling werken. Die kwam wat dichter, maar gelukkig heb ik die kunnen afhouden. En het was een leuke wedstrijd. En tevreden, Frederik Jonkheren. Mooie derde plaats bij zijn debuut in de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Frankenhout en Abbott waren de top 2, dat wist u. Rivas 4 dus en Houdenius op 5. Tot zover het eerste deel vanuit Zolder. We zien u graag terug na de pauze. Welkom terug in Zolder, waar in kader van de Zolder Grand Prix, de meeting voor de 50ste verjaardag van Circuit Zolder, de vierde manche van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux wordt georganiseerd. De sprintraces hebben we al gehad, dus nu is het tijd voor de endurance race over 50 minuten. Bert Longin parkeert de First Motorsport Porsche op de grid. En dit zijn de sterke jongens van dit weekend, Christian Frankenhout en Max van Splunteren. We praten even met Roger Houdenius. Roger, vlak voor de start van de lange race, wat is de tactiek voor Sevens?
Tactiek is eigenlijk vooral banden. We willen heel graag de banden heel houden. Dat is eigenlijk het grootste probleem gebleken, denk ik, van meerdere. En ja, als we dat voor elkaar krijgen, hopen we in ieder geval één plek te klimmen. Ik denk plek 1 en 2 wordt moeilijk voor ons. We starten 4, dus we hopen wel op het podium te komen. Dat is het plan. Maar dan moeten ze eerst voorbij de posten van Longe en Belië. We zijn nu halverwege het seizoen. Hoe is de balans tot nu toe? Ja, de balans is dat we de eerste twee races een moeilijk te rijden wagen hadden. Dat Bert een fantastische piloot is en dat ik nog veel moet leren. Dat is onze balans. Maar hier zijn we nu in Zolder, dus een circuit waar je veel ervaring in hebt. Dus misschien kan hier iets extra. Ja, dat is ook zo wel. Maar het is de eerste keer dat ik met een wagen rijd zonder ABS. En ik heb daar heel veel problemen mee in de Villeneuve. Bert heeft me strak uitgebreid de data getoond. En we denken dat we weten wat het is. En ik hoop zelfs dat dat opgelost is. Bert Longe zal dus de start nemen. De gouverneur van Limburg komt ook even kijken op het verjaardagsfeestje van Circuit Zolder samen met circuitdirecteur Thierry de Vlaanderen. Rollende start voor de endurance race. Met de twee Kemphanen van de tweede sprintrace op de eerste startrij. We rijden mee met Tom Langenberg die zijn Porsche deelt met Carlos Rivas. Goede start van Langenberg, probeert al meteen buitenom te gaan bij Bert Longe. Maar het is toch Hunter Abbott die de leiding in handen neemt voor Christian Vankenhout en dan Bert Longe. En Roy Heemskerk probeert zich daar ook nog voorbij Tom Langenberg te wringen. Dat wordt nipt hoor, ja, dat lukt niet. Mooi de deur dicht gedaan denk ik van Langenberg die al onmiddellijk verdedigend gaat rijden. Dat is niet in het voordeel van Heemskerk die daar kostbare seconden verliest ondertussen. Het gebruikelijke duo bijna zou ik zeggen. Abbott en Frankenhout voorin. En op minieme afstand Bert Longe. Langenberg die houdt Heemskerk voorlopig nog af. We rijden mee met Hunter Abbott aan de leiding van de race. Maar niet voor lang meer, want binnendoor schuift Christian Frankenhout. De HTC Porsche en nu is het aan de Brit van DVB Racing om te proberen opnieuw voorbij de Porsche nummer 7 te geraken. Wiel in wiel door de Jackie X bocht. Kan Hunter Abbott een aanval plaatsen? Ook in de chicane lukt het niet, misschien dan in de Villeneuve, want hij zit nu toch wel heel dicht achter de Porsche. Van Frankenhout, ondertussen Van Oost en Van Dierendonk, die leiden de AM-klasse. Hier komt Hunter Abbott richting Villeneuve. Nee, dat is te ver. Gaat hij toch nog iets wagen? Oh, hij mist de rempunt daar. Contact. Frankenhout gaat rechtdoor en Abbott gaat achterstevoren. Heemskerk passeert de Petronas Porsche alvast. Daar heeft Hunter Abbott een klein foutje gemaakt. En het is afgelopen voor Hunter Abbott. Misschien de radiator beschadigd, alhoewel het contact was toch miniem. Maar de wedstrijd zit erop voor de leiders in het kampioenschap. Frankenhout die kon gewoon rechtdoor door de Villeneuve. Die heeft niet te veel tijd verloren, ook geen schade opgelopen, me dunkt. En in de tweede plaats dan ondertussen. De derde, Melro Heemskerk en Roger Hodenius. Langenberg en Rivas rijden op 4. Jonker en Van Glabbeke op de 5e plaats. We zitten bijna in het pitwindow. Dat betekent de verplichte pitstop. Hoe is de wagen? Goed, kaart goed. De wagen is goed, zei I. Wissel bij Langenberg en Rivas. Philippe Richard rijdt alleen in zijn Porsche, leidt de clubklasse. Ook Roger Hodenius staat klaar om het stuur over te nemen van Melroy Heemskerk. Vaste tijd in de pitstraat natuurlijk. Als je te snel buiten rijdt, word je bestraft.
interviewtje nu met Melroy Heemskerk. Melroy, een stop-and-go voor de beide wagens van het team. Wat is er aan de hand? Ja, het lijkt erop dat we te kort stil hebben gestaan. En zowel Logier ook. Dus we moeten alle drie hebben inderdaad een stop-and-go te pakken. En het lijkt er zelfs op, omdat we aan de verkeerde kant een stop-and-go gepakt hebben, dat we nu nog een keer een stop-and-go krijgen. Dat is echt ontzettend zuur. De pace van de auto was echt ontzettend goed. Ik had heel erg naar mijn zin in de auto. En we waren gewoon aan het koersen voor een tweede plek. Dus ik ben benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren. Die tweede stop-and-go die kwam er niet voor Heemskerk en Hodenius. En eigenlijk was die eerste ook niet echt nodig. Want er bleek een fout in de chronometrage van de pitstop te zijn geslopen. Zodanig dat de uitslag van deze wedstrijd achteraf werd opgeschort. Voor Van Oost en Van Dierendonk zal het in ieder geval geen verschil maken. Zij winnen de A-klasse. Olivier, een onverwachte pitstop tijdens je stint? Ja, helaas platte band linksachter. Oorzaak weet men nog niet echt. Wat een lawaai hoort aan de wagen. Dus we hopen dat de banden het uithouden nu. Je was wel mooi aan het meestrijden voor een plaats in de top 4 met de pro-klasse. Ja, klopt. Ik zat goed in mijn ritme. Ik had hen er in het vizier. En ik wilde hen niet lossen. En dat lukte wel voor ze bij te houden. Maar helaas dan de platte band. En dan heb je niemand in het vizier. Dat is wel jammer. Jammer inderdaad voor Olivier Van Oost. Hier de pitstop bij Frankenhout en Van Splunteren. Die moesten ook een stop-and-go afwerken, maar hun voorsprong was groot genoeg na het uitvallen van Hunter Abbott. Christian, hoe was je stunt? Ja, was goed. Moest natuurlijk als tweede starten. Het nadeel was dat er even hiervoor hebben ze een oliespoor eigenlijk net op de ideale lijn neergelegd bij aan de kant waar wij moesten starten. Dus moest je gewoon heel erg mee oppassen. Op een gegeven moment lag ik tweede achter Hunter. Maakte hij twee kleine foutjes waardoor ik er voorbij kon. En na 4-5 ronden over de heuvel remden we aan. Alleen hij remde wat laat. Ik zag dat. Ik dacht, ik laat mijn rem een beetje los. Maar ja, ik ging het ook bijna de chicane halen. Toen gaf hij nog een duw. Ja, toen ben ik recht door de chicane heen gegaan. Wat tijd verloren. Maar ja, en Hunter die is blijven hangen of die heeft ze koeler kapot gereden. Inderdaad, dat was het koeler kapot bij Hunter Abbott. En ook bij Philippe Richard is de strijd voortijdig afgelopen. La pédale embrayage a un défaut et reste enfoncée lorsqu'il faut rétrograder ou monter. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que d'une part abîmer la voiture et être dangereux pour moi-même et pour les autres sur le reste de la course. Probleem met de koppelingspedaal dus. En hier de Porsche met het nummer 1 die stop-and-go net heeft afgewerkt. En daar is Bert Longin absoluut niet tevreden over. Valt daardoor terug naar de derde plaats. Van Oost en Van Dierendonk winnen dus de A-klasse. Jonkheer en Van Glabeke goed bij een debuut op hun vijfde plaats. Langeberg en Rivas die finishen uiteindelijk als vierde in de endurance race. Door die stop-and-go zijn Longin en Belje. Ja, hebben ze een plaats verloren. Finishen toch nog als derde, maar die uitslag die moet dus nog worden bevestigd. Heemskerk en Hodenius, ondanks die wat fout afgewerkte stop-and-go, toch op de tweede plaats gefinished, maar op respectabele afstand van de winnaars. Toch een mooi resultaat voor het kampioenschap voor Heemskerk en Hodenius. Heemskerk blijft daardoor derde in de tussenstand. Christian Frankenhout en Max van Splunteren die zijn met de overwinning gaan lopen. En Frankenhout, ondanks het feit dat hij niet alle meetings heeft gedaan dit seizoen, staat hij toch mooi vierde in het kampioenschap. Op 9 punten van de derde plaats en op slechts 20 punten van de toppositie. Mooie overwinning. Ze hebben alle wedstrijden gewonnen dus in Zolder. De jongens van de HTC Porsche. Porsche Groep Zuid. GT3 Cup. Mooi resultaat voor de Nederlanders. Die nog een en ander kunnen betekenen in het kampioenschap. En de Porsche met nummer 8 daar tot stilstand komt. Mooi resultaat dus voor Van Splunteren en Frankenhout. Max Proficiat, ondanks een stop-and-go, toch nog gewonnen.
Ja, dankjewel. Het was, we hadden een hele grote leiding nadat we de pits uitkwamen. En uiteindelijk had eigenlijk de top 3 had een stop en go. Dus ja, eigenlijk kwam het heel goed voor ons uit. Jullie waren heel het weekend heel snel ook. Ja, klopt. We zijn heel snel geweest. We hebben alle 3 de wedstrijden gewonnen. Denk 3 keer het Wilhelmus. Dus dat is altijd mooi. Inderdaad, 3 keer het nationale volkslied van Nederland. En daar ziet u de uitslag. Frank van Hout van Splunteren voor Heemskerk, Codenius, Longin, Belië, Langeberg, Rivas en Jonkeren van Glabbeke. En dit is de stand in het kampioenschap. Hunter Hebbert heeft de leiding overgenomen van zijn teammaat Jeffrey van Hooijdonk op de 3e plaats van Heemskerk. En dan Frankenhout en Carlos Rivas. Dat was het vanuit Zolder. Wij hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot de volgende keer.